En dit is de winnaar, een groot schilderij van een kale boom. Van een kunstenaar uit Utrecht. Hij kreeg vanmiddag de eerste prijs. Ik voelde echt zo kloppen in mijn hart, van, zoals vlak voor de start van een wedstrijd. Omdat het een heel sterk, heel eigen beeld is. Het is ook de kunst van het weglaten. Niet te veel proberen Van Gogh na te doen, wat in veel inzendingen zat. Voelen waar het bij Van Gogh ook over gaat en van daaruit vertrekken. Waarom het ook voor mij Van Gogh is, is dat hij was heel geïnspireerd door schildertechnieken uit Japan. Ja, ik heb zelf een tijd in Japan gewoond en ik heb een aantal van die schildertechnieken die daar in zwang zijn geprobeerd in een eigen westers jasje te steken en mijn eigen te maken. In het Breda's Museum hangen de 125 beste werken, maar er waren veel meer inzendingen. Er waren 1006 inzendingen door 631 kunstenaars. Dus het gaat alle kanten uit. Het is van heel erg clichématig kopiëren van talloze zonnebloemen en korenvelden, tot juist hele verrassende. En ja, dat maakte het wel leuk. Steeds als ik na een tijdje dacht van nou heb ik ze wel gezien, kwam er weer zo'n pareltje voorbij dat je denkt, ja, dit is toch wel een bijzondere wedstrijd ook. Ja. Vandaar ook de tentoonstelling in Breda met de beste werken. Daar hangt ook een Brabantse winnaar. Hannie van Manrooy uit Bokstel kreeg de derde prijs. Maar er is nog veel meer te zien. Nou ja, ik kijk over jouw schouder heen bijvoorbeeld naar aardappeleters in een Japanse setting. Zo wat denk ik, wat krijgen we nou joh? Zo, die diversiteit, ik denk zeker voor mensen die zelf aan het werk zijn, dat het ontzettend leuk is om te komen kijken.